Surinamers moeten de idealen van cultuurdrager en NAX-icoon Wijlen Wilgo Barren tot grotere hoogtes brengen. Dat zei minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, dinsdag bij de uitvaart van Barren. Peneu stond stil bij de aparte stijl die Barren hanteerde om de samenleving dichter bij elkaar te brengen. Zo was de cultuurdrager een voorstander om kennis te vergaren over alle culturen in Suriname. Ook geloofde hij sterk in een non-raciale en non-religieuze gemeenschap. Ter ere van deze grote zoon van Suriname zal het Nola Hatterman Instituut daarom ook als academie een metamorfose ondergaan, zegt men nu. Studenten van deze academie krijgen na hun reguliere opleiding de mogelijkheden om vervolgopleidingen te doen. Dit moment gaat de ziel van Barren door. En wij gaan het fundament dat hij heeft gelegd om de Afro-samenleving tot grotere hoogte en erkenning te brengen, moeten verder bouwen. En het fundament doen wij al vanuit het ministerie. En daarom zal Nola Hatterman Instituut omgetoverd worden tot een academie waarbij kunstzinnigen binnen dat instituut kunnen doorgroeien naar vervolgopleidingen. U als NAX-familie gaat moeten koesteren wat dit goed mens voor Suriname heeft gedaan. En wij gaan elkander moeten ondersteunen om dat doel te bereiken. En ik zal als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur er alles aan doen om de NAX-familie en de idealen van Barren tot grote hoogte te brengen. Ik dank u. Ondanks Barren voorstander was van een harmonieuze samenleving, geloofde hij niet in integratie, herinnert de onderwijsminister zich hem. Wilgo had moeite met de verkeerde uitleg van integratie. Hij liet in Osso het tijdschrift van het Instituut ter Bevordering van Surinamistiek in 2004 het volgende optekenen. Ik geloof niet in integratie, omdat de politiek de integratie heeft vermoord. De integratiegedachte is verkeerd vertaald door de politiek als te zijn de man voor het volk, otik ala uuma. Uit dit citaat zouden wij kunnen concluderen dat Wilgo het tot een opdracht had gemaakt om alle bevolkingsgroepen aan te sporen om niet te luisteren naar de politiek, maar zelf de wil aan de dag te leggen om de samenleving te verbinden. Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur tijdens de uitvaart van NAX-icoon en cultuurspecialist Wilgo Barren.